Ik heb er zin in, maar ik ben nerveus, jongens. Oh mijn god. Toch niet? Zeker weten. Hij zit erin. Wauw. Een optreden bij Sound of Haarlem. Here's a kick, cause I'm a Het is vandaag vrijdag 30 juli en vandaag ga ik optreden bij Radio Veronica. Het is mijn radiodebuut op echt een groot landelijk radiostation. En ik ben zo nerveus. Ik heb er vooral heel veel zin in, maar ik vind het gewoon heftig. Ik moet vannacht om 10:50 s'nachts, is zeg maar het eerste interview geloof ik, of de eerste song. Dan hebben ze gemiddeld 15.000 luisteraars. Als je daaraan denkt hoeveel mensen dat zijn, dan oké, cool. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb dat helemaal gepland, want mijn haar zit nu in een knotje. Dat laat ik heel de dag zo, want dan drogen mijn krullen super mooi op. Ik ben natuurlijk vorige week zaterdag naar de kapper geweest, dat mijn haar weer lekker rood is. Je denkt, hoezo wil je er mooi uitzien voor op de radio? Nou, alles wordt ook gefilmd. Ja, ik zet alles op social media natuurlijk. Dus je wilt er gewoon echt prachtig uitzien en gewoon als de artiest die je bent. Ik heb mijn nagels ook super mooi gelakt. Ik heb ze roze met glitters gedaan. En mijn make-up, dat ga ik natuurlijk zo laat mogelijk doen. Al heb ik al heel veel zin om dat te doen. En mijn outfit, daar ben ik nou nog steeds niet helemaal zeker van. Ik heb echt alle nieuwste en leukste dingen die ik heb uit Emmeloord meegenomen. Van één jasje weet ik het zeker. Dat is een paars neon jasje. En de broek weet ik eigenlijk ook al. Maar het shirtje wat ik daaronder doe en de schoenen weet ik nog niet zeker. Ik moet nog even mijn fotograaf appen hoe laat hij er nou precies moet zijn. Nou, inmiddels is het 7:30 geweest en mijn make-up look voor Veronica zit erop. Ik ben er heel blij mee. Ik ga me nu even omkleden en sieraden opdoen en dan show ik jullie mijn outfit. Inmiddels zit ik met Max in de auto richting Hilversum naar Veronica. Hier is al een kleine sneak peek van mijn outfit. Het zijn de oorbellen die ik aan heb. Ik heb eigenlijk geen idee waar ze vandaan komen, want ik heb ze van mama gehad deze. Deze komt van de Pimkie. Die kan je ook zien in mijn shoplog. Nog maar 5 minuten en dan zijn we er. Ah, ik heb er zin in, maar ik ben nerveus, jongens. Oh mijn god, help. Niet wat zijn. Nou, we krijgen nu even een tour. Ik ben bezig, man. Dit is de 538 studio. Super vet. Leon in zijn natuurlijke habitat, hè, Leon? Zeker. Maar is er wel gewoon radio? Wat je nu hoort. Maar waarom is er dan niemand? Omdat dit is zeg maar de Global Dance Chart. Dat is alvast opgenomen. Dat is een hele. We zijn op dit moment in de Man Cave van Leon. Nou, was het maar van mij. We hebben de muziekstudio, de live room laten zien. Het is amazing. It's amazing. Hier gaat de magic gebeuren. Ja. Toch, Niek? Zeker weten. Zeker weten. Heel hele flinke magic vandaag. Hele flinke magic. Het dak gaat eraf, toch? Zij het dak gaat al. Er. Ja, ik hoop dat iedereen poncho's heeft en paraplu's. Want als het gaat regenen, gaan we zeker weten nat worden. Zeker weten. Nou, Matthijs, wil je er ook zin in? Absoluut. Eindelijk weer asociaal veel spullen mee mogen nemen. Ik hoop dat ik er nog naast kan staan. Ja, ik zet dit zo wel even daar. Dat vind ik handiger, want dit heb ik niet nodig. Is helemaal goed. Nou, en hier wordt alles vastgelegd op camera. En we hebben iemand in het team waar je dat allemaal aan kan overlaten. Dat is niemand minder dan Bobby. Zeker. Heb je er zin in, Bobby? Zeker, ja. Super leuk dat je hier bent en dat je Emmy support. Uiteraard. Yes. Het ziet er echt tof uit op camera. Ja. Luister lekker mee naar kom.
Nou, lieve mensen, het zit erop. Het is inmiddels 3 uur. We hebben alles afgebouwd. We hebben ook nog een radio jingle opgenomen. Dat was heel even in de uitzending. Maar die wordt volgende week dan weer gedraaid. Dus superleuk. Ik ben wel moe, maar ik ben echt zo proud op de band en op Leon, op Bobby, op George, op iedereen. En ik wil iedereen heel erg bedanken die me super lieve berichtjes heeft gestuurd. Ik wil mijn nieuwe volgers op Instagram welkom heten. En wie weet ook wel nieuwe abonnees op YouTube doordat je me gehoord hebt op Veronica. Het was echt een top ervaring. Ik ga er even een nachtje over slapen, even laten bezinken. Het was echt geweldig. Ik kan het niet bevatten. We gaan nu lekker naar huis. Slaap lekker alvast. Wil jij nou heel graag mijn Veronica optredens terugzien? Dat kan. Hierboven verschijnt een linkje naar mijn interview bij Veronica. En in de omschrijving van deze video staan linkjes naar alle optredens die ik bij Veronica gedaan heb. Oké, we zitten even lekker in een parkje nu. We zijn echt gaar. Ik heb echt 5 uur geslapen of zo. Er zijn hier allemaal klavertjes 3. En we waren op zoek naar klavertje 4 en Max vindt er gewoon 1. Kijk. Wacht, hou me stil. Oh my god. Het is echt zo'n lelijk ding ook. Hoi allemaal, vandaag is het donderdag en zometeen heb ik een optreden bij Sound of Haarlem. Dat is een radiostation hier in Haarlem. Ik ga met Max op gitaar 4 Emmy liedjes akoestisch spelen. Superleuk. En er zijn allemaal interviewtjes. Dit is de outfit die ik aan heb. Een kort broekje met een panty en leuke laarsjes. En we houden de paarse tinten erin. Ja, en ik ga nu daarheen en ik ga jullie lekker meenemen. We gaan zo live, jongens. Hebben we er zin in, man? Ik heb er zin in, zeker. Kunnen er kinderen? Oh. Omhold en dan what's going on? Oké, maar ik ben benieuwd. Heb je een vraag aan Emmy? Laat het dan even weten via een DM. Je vindt ons op Instagram via Sound of Haarlem. Of... Maar ja, dat heb ik echt veel geluisterd. En gewoon, ik ben lekker gaan zingen. En ja, mijn vader filmde altijd. Tonight you're going home with me, with me. Nou jongens, daar ga ik voor mijn tweede vaccinatie. Nou lieve mensen, ik ben nog net thuis en kijk, hij zit erin. Ik ben volledig gevaccineerd nu, dus dat is wel een heel opluchtend gevoel eigenlijk. En ook dat ik de komende tijd, ja, als er geen derde vaccinatie komt, maar in ieder geval de komende tijd hoef ik niet meer te prikken, wat ik wel heel fijn vind. En eigenlijk, het ging heel goed. Beter dan de eerste, ook omdat ik niet wist wat ik kon verwachten. En ik ben er helemaal niet licht van geworden in mijn hoofd. Een tip voor mensen die niet zo heel goed er tegen kunnen, zoals ik. Neem dextro's. Neem er eentje voor je prik en eentje in, terwijl je in die wachtkamer zit. Dat werkt heel goed, want dat had ik de vorige keer niet en nu wel. En nu voel ik me echt veel beter. Maar ik ga nu gewoon rustig aan doen en ik blijf mijn arm bewegen. Shoutout naar Lisa voor die tip. Zodat hij hopelijk niet heel veel pijn gaat doen, want ik moet over een paar dagen op een schoolkamp. Dus. Vandaag is een bijzondere dag, want eindelijk is mijn iPhone 12 Pro Max binnengekomen. En ik ga hem nu unboxen. Ik heb hem nog niet gezien in het echt. Zoals je ziet, hij zit nog helemaal in het plastic. Ik heb geen idee hoe dit... Oh, kijk. Zo, dat is satisfying. Oké. Okay. Dit is hoe het doosje eruit ziet. Volgens mij is het echt een mega telefoon. Oh my god, hij is echt heel mooi. Wauw. Ik heb dus de gouden. Oh,
Kijk, hij is helemaal... Oh, wat satisfying. Kijk, helemaal nieuw scherm. Maar wat pretty, maar hij is wit. Het is helemaal geen gouden telefoon. Ja, de zijkant is goud, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Maar ik had verwacht dat dit helemaal goud zou zijn. De randen zijn goud. De achterkant is wit. En de voorkant is, nou ja, nu nog zwart. Hij is echt heel gaaf. Ik ga heel even mijn iPhone 8 erbij pakken. Dan wil je die aangeven. Dankjewel, assistent. Dit is de iPhone 8 Plus. Wel nog met een hoesje, maar dat zie ik. Wat gebeurt er? Jongens, we zijn nog niet in de reclame. Dit is... Zo, je compagnon komt er even bij. Deze krijg je gratis bij. Okay, ze zijn bijna even groot. De iPhone 12 is uiteraard net wat groter. Je hebt natuurlijk hier ook, het scherm loopt helemaal door. En hier heb je nog zo'n randje. Dus je hebt gewoon echt een groter beeldscherm. En ik kan niet wachten om hem aan te zetten en hem te installeren. Dus let's go. Ja. Verbind met Mac of PC. Oh mijn god, you guys, dit is mijn eerste video die ik film met mijn nieuwe telefoon, met mijn iPhone 12 Pro Max. En ik ben er super blij mee. Ik ben echt al helemaal gewend aan dat ik ook geen home knop meer heb. En dat ik Face ID heb en zo. Het is echt wel, het is wel wennen, maar morgen ben ik sowieso al helemaal gewend. Morgen komt ook mijn hoesje binnen, gelukkig, want ik ben er zo voorzichtig mee natuurlijk nu. Natuurlijk altijd wel, maar je bent gewoon altijd bang dat je extra bang dat je hem laat vallen, omdat hij nieuw is natuurlijk. Mijn laatste week van mijn zomervakantie is ingegaan. En ik ben nu voor echt de 30ste keer in mijn leven New Girl helemaal opnieuw aan het bingen. Dus dat ga ik lekker doen. Het is 11:30 inmiddels. Dus ik ga nog even verder New Girl kijken en dan lekker slapen. Heel erg bedankt weer voor het kijken naar deze Emmy-vlog. Vond je deze video nou leuk? Geef hem dan zeker even een like. En abonneer je voor meer content op mijn YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie heel graag volgende week.